weet dat ik in mijn lijstje ben, maar ik kwam een winkel met allemaal Japanse snacks tegen. Dus ik dacht, laten we een proefvideo maken. Dit was een van de dingen waarvan ik als eerste dacht, oh my god, dat moet ik echt proeven. Het zijn een soort van, ja, wat is het? Watermeloenkoekjes of zo? I don't know. Zo ziet het eruit. In een pakje van 2 verpakt. Ah, ik kan niet wachten. Er zit iets van poeder overheen. Dus. Oeh, waar. Oh! Dit ruikt vet lekker naar van die watermeloensnoepjes. Yo, dit is lekker. Wow! Het is een beetje zuur. Er zit zoet-zuur poeder aan de buitenkant. En dan is het crispy. En het smaakt ook echt naar watermeloen. Ik weet niet wat voor smaakstoffen ze erin hebben gedaan. Dit is vet lekker. Wauw. De tweede snack is een soort van koekjescornetto. Met misschien marshmallow schuim erin. Het is in ieder geval geen echt ijsje. Want het lag buiten de koelkast. Maar we gaan het zien. Oh, dat gaat vet makkelijk open. Woe, daar is hij dan. Het is echt net een cornetto ijsje. Maar dan is dit gewoon... Oh, het is hard. Het is geen eens mousse. Oeh. Ik ben oprecht heel benieuwd hoe dit smaakt. Daar gaat hij dan. Het is chocola. Het is witte chocola. Dit is echt een briljante snack. Er zitten bubbels in. Ik hoop dat je het kan zien. Het is gewoon net witte bros met daarin bruine chocoladestukjes. Dit is amazing. Oh my god. En er zit melk, chocolade aan de binnenkant. Deze snack. Dit is insane. Dit is zo lekker. Ik zag deze aardbeien snacks en zag er zo schattig uit. Ik verwacht dat het chocola is, wat gewoon roze gekleurd is. Snel proeven. Super schattig doosje trouwens. Het roze is niet zo mooi roze, moet ik zeggen. Maar ja, het ziet er nog steeds wel lekker uit. Oké, dan gaat hij dan steeds zo schatten. Het is ook lekker. Misschien ken je het nog van die... ik weet niet of Milka dat had. Gewoon melkchocolade gevuld met een soort van aardbeisje. Daar smaakt het naar. Super lekker. Dan heb ik hier een snack waarvan ik denk dat die hartig is. Het zijn pumpkin en carrot bolo's. Pompoen en wortel bolo's. Ik weet niet, het zijn balletjes. Het ziet er een beetje uit als borrelnootjes. Ik ben ook benieuwd of het echt naar pompoen en wortel smaakt. Oké, dit is het balletje. Klein geel balletje. Te zoet. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Nee. Misschien omdat het niet past bij mijn verwachtingen. Proef ik pompoen en wortel? Nee. Het zijn gewoon zoete deegballetjes. Nee, nee. Dan gaan we met dit pakketje aan de slag. Het zijn Furano Melon Caramel. Geen idee wat het is. Het is iets met meloen en karamel. De verpakkingen zien er zo schattig uit. Het is niet normaal. Oh, het zijn een soort van toffees. Oh, meloen toffees. Oh, wauw. Kijk, wacht. Je moet dit zien. Kijk nou. Hoe leuk is dit? Het schuift echt zo leuk open. Dit is echt vet. Oké, ik heb hier heel veel zin in. Het doet me een beetje denken aan Kiki bonbonnen. Dat is een Joegoslavische snack. Het zijn ook allemaal van die fruit toffee dingetjes. Het is niet echt toffee, maar gewoon zeg maar die structuur van toffee. Okay. De smaak is echt een goede meloen. Echt heel lekker. In Nederland hebben we trouwens echt niet veel snacks met meloensmaak. Best wel jammer, want ik vind dat echt een hele lekkere smaak. De volgende snacks zijn deze soort van paaseitjes. Maar wat zag ik nou? Hier kan je zien dat ze gevuld zijn als het goed is. En ik zag een schattig sterretje en van die kleine gekleurde balletjes. Dus ik dacht, wow, daar ben ik echt wel benieuwd naar. Dat gaat vet makkelijk open. Kijk nou. Het is wel even anders dan bij ons. Oeh, go Japan. En er zitten stickers bij. Vet cute. Oké, gaat die dan? Oh, ze zijn echt gevuld. Zo leuk. Het lijkt wel een mini kinderei of zo. Het ziet er gewoon uit als een paaseitje. Maar ik voel al dat het gevuld is. Je kan het ook horen. Hoor maar. Oké. Dit is zo'n leuk idee. Kijk nou. Er zit gewoon hartjes snoepjes in en kleine gekleurde bolletjes. Dit is zo cute. Chocola is mama. Maar ik vind het idee gewoon echt heel leuk. Ik zou hier als kind, ik word hier als volwassene al vet enthousiast over. Maar als kind zou ik helemaal flippen. Dit is echt vet.
En wanneer je dit samen met de chocola eet, dan heb je dus die crunch van die snoepjes. En ook weer een beetje aardbeien, citroensmaak door die chocola heen. Dit? 10. 10 van de 10. De volgende snack zijn koekjes. Die lijken op Oreo's, maar zijn gevuld met een chocolade, of chocolade, sinaasappelcreme. En ik ben gek op chocola in combinatie met sinaasappels. Ik dacht, hiermee begon het. Hiermee dacht ik, oh my god, dit moet ik hebben. En toen dacht ik van al die andere dingen, oh dat moet ik ook hebben. En toen dacht ik, ja, kan ik net zo goed een proefvideo opnemen. Oké. Oh, je krijgt helemaal niet veel. Er zitten echt maar drie pakketjes in zo'n pak. En in een pakketje zitten dus 2 koekjes. Oké, it better be worth it. De chocola ziet er echt super mat uit, alsof het heel oud is. Nou, ik ben heel benieuwd. Als ze dit nou met een echt Oreo koekje hadden gedaan, dan was het heaven. Maar van die sinaasappelcreme, die smaakt super goed. Heel lekker. Maar er zit iets te weinig cacao in het koekje. Naar mijn smaak. Dit krijgt een 9. Het is echt wel heel lekker. Dan gaan we verder met weer een roze snack. Roze koekjes. Ik dacht dat dit roze chocolate chip cookies zijn. Misschien met aardbeiensmaak en dan chocolade chips. Dat zou wel echt heel vet zijn. Ze zijn heel klein. Kijk. Heel cute. Mooi roze. Ziet er precies uit zoals op de verpakking. Dat is ook altijd wel een dingetje. Oké. Ik dacht eerst, dit smaakt gewoon naar een normale chocolate chip cookie. Maar er zit een nasmaak van aardbei in. Wat het echt heel lekker maakt. Ze zijn blijkbaar heel gek op aardbei. Of ik ben heel gek op aardbei. Want ik heb allemaal roze dingen uitgezocht. Echt wel net een tikkeltje beter dan de gewone chocolate chip cookies. Oh, 9 van de 10. Vet lekker. Een van de laatste dingen, ook weer een roze snack. Zijn deze, ja, wat zal het zijn? Ik denk ook weer een soort van kou bonbons-achtige dingen. Maak hem even open. Hij ziet er zo mooi uit. Roze met donkerroze stipjes. Aan de binnenkant zit een witte vulling. Ik ben benieuwd. Zou dit kauwgom zijn? Volgens mij niet. Ik denk het wel. Ik krijg hem namelijk niet weggekauwd. Ik ben nog steeds niet over uit of het kauwgom is. Ik krijg het weg. Maar het kauwt wel echt een beetje als kauwgom. Ja, lekker. Maar niet, eerlijk, dit is niet, het ziet er mooi uit, maar het is niet zo heel bijzonder. Gewoon een aardbeiensnoepje. Zo'n kauwsnoepje. Ja, ik geef het een 8 van de 10. Ik heb de snack waar ik het meest naar uitkijk, heb ik voor het laatst bewaard. Het is de frambozen KitKat. En ik dacht echt, ja, dat gaat sowieso mindblowing zijn. Tenminste, ik hoop het. We gaan het zien. Cute, kleine verpakking. Waar wel 2 van die dingetjes in zitten. In Nederland, als je een mini KitKat hebt, dan heb je gewoon 1 zo'n KitKat stukje. Dat kan toch niet? KitKat is toch altijd 2 stukjes. Hij is vet mooi roze. Er komt wel een hele chemische geur vanaf. De geur is niet lekker. Oké. Die smaak. Het is amazing. Tenminste, als je van frambozen en chocola houdt. Altijd wanneer ik een chocoladetaart maak, dan doe ik frambozenjam in het midden. Omdat ik dat vet lekker vind. En dit is amazing. Amazing. Ik heb geen ander woord. 10 van de 10. Mind blowing. Samen met de gevulde paaseitjes. Favorite. Ah, go Japan! Japan heeft echt hele lekkere dingen. Zeer geslaagde proefsessie. Als jij het leuk vond om te zien, steek dan een duimpje omhoog. Want dan gaan we, ja, we gaan het sowieso in India doen. Maar laat me even weten of je het leuk vond om dit te zien. Abonneer je voor zover je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer met Indian snacks.